Yo mensen, dus jullie kijken naar een nieuwe aflevering en vandaag is een speciaal moment. Sjoerd en ik maken nu al 3 jaar video's en we hebben vandaag voor de allereerste keer een statief gekocht. Tot vandaag de dag hebben we eigenlijk gewoon altijd gezocht naar plek waar we een camera neer konden zetten. Dan zetten we een paar boeken op elkaar en dan zetten we daar de camera op. Maar we hebben echt een camera nu. Zoals altijd hebben we weer een onderwerp. Want Sjoerd en ik best wel vaak met elkaar optrekken. En we zo nu en dan nog wel eens een kleine botsing, zullen we maar zeggen. En daarom zijn dit 10 eigenschappen van Sjoerd en mij. Ik weet niet waarom iemand dat zou willen weten, maar ja. Mike is een beetje een autist, alleen zonder autisme. Want als je dan ook maar iets scheef staat, moet hij het weer recht zetten. Ik vind het wel grappig. Sjoerd ook echt gewoon expres. Natuurlijk. Dan maakt die foto's wat bijvoorbeeld net scheef staat en dan stuurt hij ze door naar mij. En dan kijk, maak deze speciaal voor jou. Als Sjoerd in een kamer komt, dan is hij zijn oog speurt alles af. En alles wat hij heeft gezien, moet hij aanraken. Het is echt zwaar irritant soms. Mike heeft echt dagen dat alles kut is. Ja. Ja, dat is het gewoon. En zo'n dag waar Sjoerd het over had, kan altijd veroorzaakt worden. Als we opnames hebben, dan vergeet Sjoerd altijd zijn tekst. Er zijn stukken dat we 5 minuten duren voor de intro. Want hij gewoon niet meer weet wat hij moet zeggen. En sommige mensen zeggen dan, nou weet je, anders schrijf het op papier. Maar hoe leuk ziet het eruit als je een video opneemt en je kijkt zo. Nummer 1. Rare. Oh, rare, dat werkt niet. Nog eentje. Mike is altijd te laat. Maar dan ook echt vervelend te laat. Soms komt hij gewoon niet. Zo van, ik kom eraan. Bijna. En dan zit ik daar gewoon tot super laat in de avond. En dan is hij nog steeds niet. Er is ook een band die heeft een liedje geschreven erover. Oh, wacht, ik ben. Soms zijn we een video aan het opnemen. Of dan ben ik bij Sjoerd aan tafel ook wel. Gewoon tijdens het eten, maakt niet uit wanneer. Maar Sjoerd heeft gewoon ineens een random aanval. Hij begint te gillen en te klappen. En gewoon random shit gaat doen. Dat is raar. Ik denk er wel mee van. Ik weet zeker als je aan je zusje vraagt, zegt ze hetzelfde. Zoals we gaan je zusje opbellen. Dit is de voicemail van 06. Ik weet het zeker, geloof mij maar. Zoals nu kan je zien dat Mike niet tegen kan als ze haar niet zit. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik altijd pet op heb. Ja. Kijk dit. Ja. Ja, maar ik ben vanochtend 7:45 wakker. Ja. Dus ik ging om 8 uur ging vast eten. Dat kun je zien, ja. Ik krijg echt heel vaak te horen dat Justus eigenlijk meer mijn kanaal is en dat Sjoerd er maar een beetje bij loopt. Maar Sjoerd doet echt veel meer achter het schermen en ook gewoon bij de video zelf dan iedereen denkt. Want Sjoerd is vaak degene die een super vet idee heeft. Hij heeft wel echt gedachten. Dus ik dan, huh? Ah, leuk, denk ik. En dan komt een coole video uit. Zie je die man daar? Dat is echt een rot mens. Hij wordt altijd boos als ik het niet op slot doe, weet je wel. Ik was tolletjes en kinderwerk aan het afsteken voor mijn huis. En toen kwam hij naar buiten toe en zei hij, hallo, ik ben van de politie. Ik heb geplastificeerd het kaartje van de politie, maar zelf staat dat het bier te drinken voor zijn huis, dat ook niet mag. Laten we naar de politie bellen. Hallo, spreek ik met de politie? Er staat hier echt een debiel naast mij. Ik bedoel, er staat aan de overkant een man. Hey, zieke belichting. Mike heeft slechte grappen, dat was het niet, maar moest ik even zeggen. Een belichting in je hoofd. Als Mike iets regelt, dan regelt hij het goed. Maar dan moet hij het wel regelen. Sjoerd, ik heb echt heel vaak het idee van, weet je, wow, we hebben vakantie. We gaan gewoon 2 nachten achter elkaar bij elkaar logeren. Dan gaan we alleen maar video's maken. En dan is het eindelijk aangebroken. En dan zeggen we, zullen we gaan fietsen? En dan gaan we fietsen. En dan hebben we echt helemaal niks gedaan voor wat we van tevoren wilden doen. Nee, maar als we echt iets gepland hebben en we hebben het voorbereid, dan komt het er al van. Dat was het alweer. Ik weet niet, als je leven echt beter is of zo. Dat... Vond je deze video nou leuk? Like hem dan even, reageer dan ook even en delen met al je vrienden op social media. Abonneer op ons kanaal, want we gaan steeds meer groeien. Dat is echt cool, want we doen ons best. Dit wekelijks uploaden gaat wel goed. We hebben soms heel een beetje haast. Ik moest laatst om 6 uur opstaan om de video af te werken op woensdagmorgen. Ik bedank jullie heel erg voor het kijken naar deze video. Dat hebben we al gezegd, dus we gaan weer. Volgende week woensdag, om hoe laat? 4 uur. Dan komt er een nieuwe video van ons 2. Dan zien we deze 2 coole mensen op je beeldscherm. En dan aankomende zaterdag komt er een coole video. Een behind the scenes van onze vorige video. Hoe laat gaat dat gebeuren? 12:00 PM. En dan de zaterdag daarna komt er weer een behind the scenes. Een speciale behind the scenes van een professionele productie. Woe, cool. Dan zien we de volgende keer weer. Doei! Ja, doei.